Oma, nadat je lekker verwend bent en we helemaal ontspannen zijn, we nu in het Brabantse Museum Oud-Oosterhout. Oh. We gaan hier 100 jaar terug in de tijd. Zo. Nou, dat weet je allemaal nog wel, hè? Nou. Nee, dat bijna niet, alles, hoor. Bijna alles. Ouderen zullen met herkenning terugkijken naar hun jeugd. En de jongeren krijgen een speurtocht door het verleden. Zo zien ze hoe men vroeger woonde, hoe de kinderen vroeger speelden, hoe ze leefden en hoe het onderwijs vroeger was. Dat herkent u vast nog wel, oma, toch? Ik heb vroeger op de nonnenschool gezeten. En als we dan niet luisterden, dan pakte de zuster dat liniaaltje en dan kreeg je een tik op je vinger. Ja, is dat echt zo? Waar. Kijk, Kevin, toen jouw moeder geboren was, dan deed ik dat altijd zo. Kijk, dan werd dat zo gedaan. Met de hand allemaal natuurlijk. Met de hand. Als jij, kun jij het die kinderen ook even uitleggen hoe het werkt? Top. Ja. Nou, die kinderen krijgen uitleg van oma. Ja, hallo Kevin. Hi, Maya. Ja, die kinderen zijn hier in het kader van het Jet en Jan project. Dat is een project voor scholen, basisschoolkinderen in de leeftijd van groep 5. Die komen hier kennis maken met de tijd van 1900. Maar wat ook grappig is, het is leuk voor jong en oud, want bij jonge mensen die kennen het allemaal niet. En oudere mensen, dat merk ik ook aan mijn oma, die heeft heel erg dat, oh ja. Dat heeft iedereen hier, alle bezoekers. Zodra je hier binnenkomt, treed je eigenlijk ruim 100 jaar terug in de tijd. Mm-hmm. En heeft iedereen zoiets van, goh, ja, zo was het vroeger. En ja. Ik moet wel zeggen, Maya, je ziet er voor 100 jaar nog wel heel goed uit. Ja, goed hè. Oh, dat is ook wel leuk, de oude ambachtenschuur. Oh, dat lijkt me ook wel leuk. Jij moest dan nog een kies laten trekken. Zo, oma. Ja? Vond het heel gezellig met je. Ja. Maar ik ben er nu klaar mee. Zo. En... Handjes naar voren een beetje. Handjes naar voren. Met de polsen. Zo. Voor de horloge. Zo. Hou hem maar goed vast. Hou hem maar goed vast. Zo. Het is nu is het gewoon helemaal klaar. Dag oma. Dag oma. Hey oma, hoe vond je het museum? Grandioos. Ja? Ja, vond ik hartstikke leuk.